gaan we de douche verder afwerken met hier een vaste glaswand en hier een douchedeur. Eerst zullen we de profielen hier aan monteren. Hierin en daarin. Hier monteren we hier een klein beetje binnen de douchetub. Hier gaan we voor een laser gebruiken. Voilà. Deze kant ga je niet gebruiken, want hier komt het dan een PVC-plaat tegen en hier ook. En de PVC-plaat ga ik hier van de eerste keer over dit leggen. Dat is hier iets van een millimeter dik, zodat de PVC-plaat tot hier stopt. En dit kunnen we dan mooi opkitten. Dus deze zetten we mooi langs de laserlijn. En teken ik met een fijn potloodje af. Heb je nog extra gaten bijgeboord, want standaard waren er maar twee gaten voorzien. Voilà. Oeps. Deze kunnen we nu mooi boren, die vier gaten. Hiervoor gebruik ik een gewone vijzermachine, maar met een slagfunctie. Niet een boorhamer. Dit is niet nodig. Dit is meer of zwaar genoeg om te boren. Anders boor je toch alles kapot. Slaat en niet meer verder in de muren, kan je ook altijd een vijs in steken en dan de vijs van. Hier nog een dit mooi opkitten, dat het ook dicht is en ook voor de hechting kan het ook geen kwaad. Hier langs onder deze boord ga ik ook volledig opkitten. Ik ga je nu al een klein stukje doen tot voorbij het profiel. Het is allemaal 1,95 meter.
Johnson bezem gebruiken. Zodat je een goede bits hebt voor de inox en wezen. De wezen niet helemaal kop draait. Dan doen we dat dan maar eens een keer opzetten. Goede siliconen. De bovenste wees erin draaien. Niet meer kloppen, de machine. Voilà. Dan langs onderin. Hier controleren met waterpas. Ziet er goed uit. De muur is hier niet helemaal gelijk. Naar een vees bijdraaien. Voilà. Eerst profiel staat er. Ik zie wel dat er een klein beetje silicone is uitgekomen. Dus dit gaan we een klein beetje gaan moeten opkruisen. De twee doucheprofielen zijn gemonteerd. De douchetub aan de muur is het volledig heb opgekit. Dus nu komt er tegen die wand en die wand PVC plaat. Zo. Hup. Een half centimeter dik. Die we dus op maat gaan slaan tussen die muur en hier tot tussen die plaat en dit profiel. Voilà, hier ga ik nu hier een vaste glaswand monteren en hier komt de douchedeur. Dus de vaste glaswand schuift hierin. Dit zetten we dan vast door een haartje te boren in de twee profieletjes. Mijn vinger profiel is. Door twee profielen en gewoon een vijsje insteken. Dus hier hebben we ook iets van marge om mee te spelen. Moet hij verder komen of mag hij mee een beetje binnen zitten, de douchewand. Dan op deze hoek gaan we dan de douchedeur inschuiven. Zodat dat dit één geheel wordt. Dan komt de deur hier, de deur gaat dan zo opendraaien. Dus we zullen starten met de vaste douchewand, deze hier te monteren of eens op zijn plaats te zetten. En even kijken hoe ver we komen. Dus hier op deze hoek waar mijn voet staat, komt er een profiel. Deze profiel
Dit hangt al vast aan het douchelas. Het andere profiel hangt ook al vast aan het douchelas. Maar daar, dus deze hoek, komt hier. Maar hier leg ik een papier om de douchetub te beschermen. Omdat dit van het profiel zijn dit scherpe kanten. Dat we dit niet, douchetub niet beschadigen. Ja. Deze kunnen we er nu inschuiven. Dus oppassen van de schreven langs onder van de douchetub. Voilà. Deze kan niet vallen. Dus deze staat nu al provisoire goed. Deze mogen eraf. Hier hangt er nog een sticker op het glas. Deze sticker wil zeggen dat dit de buitenkant is van de douche. Aan de binnenkant ligt er een laag op voor het water. Dus hier komt de douche erin. Deze zouden we hier een klein beetje moeten open doen om de douche erin te krijgen. Een keer opmeten. Overmeten maat 76. 76. Ja. Ik heb daar langsonder een stukje isolatie gelegd. Dat we deze kunnen een beetje openschuiven tot op isolatie, dat we de douchedeur ertussen kunnen krijgen. Dus we gaan de douchewand nu een beetje proberen open te zetten. Ja. Voilà. Even kijken of dat hier nu zo tussen kunnen. Ja. We kunnen de douchedeur er gewoon hier eerst inschuiven. Dan hem erin zetten en dan kan ik deze dicht doen. Dus hier is hetzelfde principe. Het profiel schuift gewoon in het andere profiel. Voilà, doe hem dicht. Laat hem voorzichtig zakken. Nu kunnen we gewoon deze hoek en deze hoek schuiven. Deze hoek weer iets oplichten. Voilà. Ga ik hier tonen. Voilà. Deze zijn hier gewoon mooi in elkaar geschoven. Hier zit hij er ook gewoon mooi in geschoven. En nu kunnen we dit hier eigenlijk allemaal gaan bevestigen. Hè. Dus eerst moeten we kijken dat deze lijn op de douchetub deze lijn evenwijdig is. En ook deze lijn evenwijdig is. Als deze lijnen goed zijn, dan kunnen we ze vastmonteren. Hè. Ik ga dit glas nu opkaleren, dat dit van de grond komt en het papier weg kan. En dat we kunnen schuiven zonder beschadiging te maken aan de douchetip. Is los, ga je nu een heeltje ondersteken, een zwartje, ja, maar weg.
Dan onder de deur gaan we ook insteken. Voilà. Nu gaan we de andere kant in. Dicht dan. Voilà. En deze kan ik mooi erin schuiven. En dan kunnen we mooi hebben we marge om iets te spelen. Hè. Dus dit moet nog volledig naar hier komen, omdat deze lijn niet mooi is. Die loopt nog in de spie. Dus dit gaan we eerst kijken hoe we dit hier kunnen vertrekken. Nog een beetje. Voilà. Moet er naar hier komen. Dan ga ik meten hier naar de marges. Je moet nog een beetje naar buiten. Dat is ook altijd handig. Dat beter direct gebruikt. Voilà, dat wil wat makkelijker werken. Nee. Voilà, nu kunnen we hem mooi op zijn plaats trekken. Dus, nee. Dus deze staat eigenlijk goed. Deze. Een klein beetje naar buiten. Voilà. Dit is een goede plaats. Kun je dat er geen stof onder ligt. Voilà, nu maakt de douchetub eigenlijk volledig op deze plaats zakken. De douchewanden, geen douchetubben. Een douchetub ligt er al. Dus we gaan deze nu een beetje licht in en hem dan spuitjes van onder halen en laten zakken. Ik ga hier een klein lijntje plaatsen. Dat ik weet waar hij moet komen.
Want even eens krapsen hoe de plaat staat. Yes. Voilà. Deze is toch goed. Deze zou ook goed moeten staan. Dus dit mag weg. Deze mag ook weg. Dus nu staat hij eigenlijk mooi op zijn plaats. Hè. Dit loopt hier in één lijn. En deze kant loopt ook in één lijn. Nu is de zaak om deze mooi vast te monteren. We starten met dit profiel tegen de muur. Deze zit hier 3,5 in. En hier zit hij maar een goede centimeter in. Dus dit gaan we mooi verdelen. Dit gaan we doen, een klein haartje boren. Door de twee profieltjes en dan een vijsje draaien. Voorboor met een klein boordje. En dan met de schroevendraaier gaan we de vijsjes aandraaien. Bovenaan zit, dan zie je de twee profielen in elkaar. Hè. Voilà. Dan nog langs onder eentje. Voilà. Deze kant staat dat vast. En dan moeten we nog enkel de douchedeur, deze twee zijn vast monteren. Voilà, deze gaan we nu een klein beetje opschuiven naar hier, zodat dit spel, deze marge en deze gelijk is. Dit kunnen we normaal gewoon vertrekken. Oh, kut. Een klein beetje met de zuiger proberen. Ja, alles.
moet zijn. En dan kunnen we deze gewoon mooi wijzen. Want deze open van binnen. Wijsjes in draaien, twee wijsjes. Erin. Ja. Dan hier nog een gaatje. Wijsje erin. Voilà. Dan aan deze kant. De wijs zo langs onderin. Voilà, deze staat nu mooi vast. Nu kunnen we de klink monteren. Gewoon de rubbertjes. Tussen het glas komen twee draadstangetjes. Alles hangt natuurlijk ook af qua merk. Het is allemaal van merk tot merk. Hè. Het is allemaal een beetje hetzelfde principe. Plastic shit. Dan de rode knop naar boven. Dan hebben we hier nog een kleine knopje. Langs beneden. Trekker aan het roepen. Wat eraf, stickers. We hebben hier daar nog wat afwerking. Nog een rubber voor aan de deur beneden, dat water mooi naar binnen loopt. Thank you.
Deze kan je gewoon op het glas duwen. Dan moet een beetje ingekort worden. Nu hebben we hier nog wat afwerking. Dat is gewoon om van boven op het profiel te monteren. Voilà, het douche is nu afgewerkt. De douchewanden. Enkel moeten we ze nog volledig opgieten. Zodat alles mooi dicht is.